Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik zou dus gluren door de jaloezieën. Ik heb daar geen tijd voor. Ja, je kan wel zoveel zeggen. Ik heb daar niet staan gluren. Het is wel een beetje een bizar verhaal. Ik zie zo die hand zo over die schutting gaan met die poepzakkie. En wie was het dan, die hand? Ik heb gewoon echt die hondenpoep niet gegooid. Ik zie gewoon dat je ligt. Stop ermee. Die vrouw die spoort niet, die heeft een kronkel in de hoofd. Ze is gewoon echt paranoia volgens mij. En ik vind het echt knettergek. Jij met 24 uur zit je me in de gaten te houden, maar ik ook jou hoor. Ik ben onderweg naar onze hoofdstad. Daar woont de 71-jarige ras Amsterdamse Sophie samen met haar hondje Kim. En ze woont daar in een appartement met tuin en uitzicht over het IJ. Nou, een prachtige plek om je oude dag te slijten, zou je dus denken. Maar niets is minder waar. Want vanaf het moment dat Sophie hier 5 jaar geleden is komen wonen, wordt ze, zoals ze zelf zegt, continu begluurd door haar overbuurvrouw. In mijn ogen is zij een duivel. Echt. Een gluiperd, hierom. De overbuurvrouw in kwestie, Ria, is zich van geen kwaad bewust en zegt dat ze zelfs heel goed contact heeft met al haar buren. Oké, ze houdt graag een oogje in het zeil, maar dat betekent nog niet dat ze zit te gluren. En ze is dan ook heel erg geschrokken van alle valse beschuldigingen van haar buurvrouw. Hoe moet ik netjes over die buurvrouw blijven? Het is gewoon een kutwijf. Inmiddels is de sfeer tussen beide buurvrouwen om te snijden en zouden ze elkaar het liefst met anker en al het IJ induwen. Dus ben ik blij dat meester Visser onderweg is om vandaag voor eens en voor altijd schoon schip te maken. Sinds dat ik hier ben komen wonen, heb ik hier een hele fijne buurvrouw die mijn leven verziekt. Daar zit ze te gluren. Als het goed is, zit ze nu ook achter het gordijntje, want ze hebben de rol gedaan en dan een stuk hoger gedaan. Ga je blaffen? Dat is de buurvrouw maar. Ik hou graag de mensen in de gaten die alleen zijn en wat ouder zijn. Ik vind het vervelend als die mensen straks dood op een kamer of wat dan ook liggen. Kom, Clea, geen gras eten, want dan ga je kotsen. Ik heb in het begin gedacht, waarom doe jij dat allemaal? Waarom kijk jij steeds hier ook? Waarom zit je mij te begluren? Toen dacht ik, misschien is ze wel lesbisch. Kom maar. Of ik bang ben voor de buurvrouw, in lichte mate. Want ik weet af en toe niet tot wat ze in staat is. Zij beschuldigt me overal van dingen die ik niet heb gedaan. En ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. Het enige wat ik je nu kan zeggen, wat ik voel voor haar, haat. Dus opdonderen, aan mijn leven, helemaal aan mijn leven. Zo, daar zijn we dan. In het mooie Amsterdam. Amsterdam Noord om precies te zijn. Moet je nou eens kijken. Wat een plaatje. Uitzicht over het IJ. Maar ja, echt koek en ei is het hier natuurlijk niet. Tussen de buurvrouwen. Is eventjes kijken waar we nou precies zijn. Ja, hier bij het hekje, bij dit voortuintje. Daar woont buurvrouw Ria. En die zou dan dus de hele dag lopen te gluren. Van daar naar de overkant. En daar woont dan Sophie. En die is daar inmiddels helemaal klaar mee. En dus ga ik daar eerst een kopje koffie drinken. Oh, opgepast voor de hondenpoep. Eens even kijken. Och, de boel staat in de stijgers. Ik kom natuurlijk nu via de achterkant. Maar vinden ze vast niet erg. Het zit op slot. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry voor mijn geschreeuw. Ik kom via de achterdeur vandaag. Oké, is dat Outlook? Nou, moet kennen, toch? Ja. Ik zou je er even in laten. Jij heeft de boel goed op slot zitten. Ja, dat moet ook wel, hè? Waarom? Anders komt er eentje binnen. Zo. We zijn er. Ja, we dat ga je krijgen natuurlijk. Kom eens even bij me. Hi. Ja, hi.
Victor. Leuk je te zien. Ja, ja, jammer alleen dat het op zo'n manier gaat natuurlijk. Wat voor manier? Ik heb een buurvrouw en die valt mij constant lastig. En dat is al 5 jaar speelt dat al. Wat doet ze precies? Waar heeft u last van? Nou, het gluren, wat ze eerst in het begin allemaal deed. Maar doet ze dat vanuit haar eigen huis of vanuit buiten? Ja, van hieruit. Kijk, ze zit hier natuurlijk achter achter deze gordijn hier al. Ja, hier? Ja. Hier woont de buurvrouw en dan gluurt ze bij u naar binnen. Ja. Maar waarom doet ze dat? Dat weet ik juist niet. Op een gegeven moment heb ik gedacht, zal die vrouw lesbisch zijn of zo? Weet je, waarom moet jij mij steeds in de gaten houden? Je bedoelt dat ze verliefd op je zou zijn? Ja, bijvoorbeeld, weet jij veel. Maar ook om te gaan zeggen van, oh, ze hebben nu een tv gekocht. Weet je, die soort dingetjes, die opmerkingen, wat er allemaal gemaakt wordt. Dus die vrouw die ziet constant wat ik aan het doen ben. En gluurt ze dan alleen van binnenuit haar huis of komt ze ook echt uw tuin in? Ze komt ook in de tuin, alleen 's avonds. Na 10 komt zij in actie. En dan gaat ze hier naar binnen kijken? Ja, kijk, als je hier kijkt, er zitten gaatjes in. Ja, maar deze gaatjes, en daar kijkt ze dan doorheen? Ja. En dan kon je precies zien wanneer zij een gluur is geweest. Want de veiligheid van die gokvander, die zit hierop. Hoe komt dat? Omdat ze de gezicht daar neerlegt, dan kan ze hierdoor dus luxe vlek kan ze kijken. Wat ze aan het doen is. Lekker gluren bij de buren. Zullen we er binnen, Sofie, met een kopje koffie even rustig verder over kletsen? Want ik merk aan je dat we daaraan toe zijn. Ja, zeker weten. Zullen we dat doen? Maar ik ook. Ja, nemen we het hondje weer mee naar binnen. Hallo, nou, hoe heet ze? Kim, dat is Kim. Ja, net zo knap als Kim Veenstra. Ja, hè? Ik ben een echte Amsterdamse. Ik heb een Amsterdamse naam. Dat ik in Mokum ben geboren, is iets waar ik me niet voor schaam. Nou, Sofie, daar zitten we dan. Wat heb je een gezellig huisje? Ja, vind ik zelf ook. Wat dat betreft snap ik wel dat de buurvrouw bij je naar binnen wil kijken. Want wanneer ben je hier komen wonen? Dat is 5,5 jaar geleden. En wanneer is het gegluur begonnen? 7 maanden daarna, toen ik hier woonde, toen hadden we een hek gekocht. En ze hebben een uitlaatlijn. En dan gaan die honden, die lopen dan zeg maar vrij. En dan gaan ze die drolletjes pakken dan, zogenaamd. En dan meteen, de gezicht in die... Door het raam. Door uw raam? Ja, in de keuken. Wacht even. Ze raapt de drolletjes van de hond op. Ja. En dan tijdens het opstaan, kijkt ze bij u naar binnen. Ja, zeker weten. En toen ging ze me pesten. En ja, mijn kip... Op wat voor manier ging ze u pesten? Nou, met drollen gooien in mijn tuin. Stop even. Zij werpt drollen. Ik ging hier zitten en ik zie iemand voor het raam. Een soort schim. En ik zie, omdat ik haar profiel heel goed ken... en ik zie er een beweging maken zo over het hek heen. Ik was helemaal verstijfd eigenlijk in denk ik... Ik heb toch gelijk wat ik al die tijd gedacht heb. Wat beziel je om dat te gaan doen? Waar haal je de moed vandaan om daar aan te gaan denken? Ik heb ook een keer de kruk van die deur zo helemaal naar beneden zien gaan. Maar wacht even, want dit klinkt bijna als een griezelfilm. U nou, zat hier op de weten. Bank. Ja, en ik... En toen zag u uw eigen deurklink hier... Naar beneden gaan. Ondanks dat ik een hek om mijn tuin heen heb gebouwd, dat ze er toch nog in kunnen komen. En dat is precies naast mijn huiskamerraam. Daar is een stuk hek van mij. En dat is helemaal uit zijn doen gehaald door om daar tussen te komen. En dan hoorde ik, als ik in mijn bed was, ik hoef gewoon niet aan mijn bed te gaan. Want ze was aan het tuiven en mijn was ze vertrokken. Deze mevrouw, ondanks het haar figuur, ze kan nog behoorlijk rennen ook nog. Ik kan het niet meer. Wat is de buurvrouw voor type? Ze komt echt heel vriendelijk over en dat zal je zo meteen wel merken ook. Maar ik denk gewoon op mijn beurt, ze heeft ook nog een andere kant van de medaille. He? Een soort van wolf in schaapskleren. Ja, dat is het, misschien wel het juiste woord. Maar toch is Sofie, en dat bedoel ik niet verkeerd, heb ik inmiddels ook het idee dat jij
heel erg met de buurvrouw bezig bent. Ja, dat ben ik ook. Het is gewoon een obsessie van allebei de kant is dat geworden. En wat doet dat met u? Ik ben gewoon kapot. Ik ben echt helemaal op, ben ik. Echt waar. Ik ga s'avonds gewoon om een uur of 9:45 ga ik gewoon al naar mijn bed. En dan denk ik, dan kan ik tenminste lekker rusten. Maar lukt dat, dat uitrusten? Nee, dan doezel je net weg. En dan hoor je kloppen tegen je raam. Dat meent u dus niet. En je de adrenaline stijgt in naar je hoofd toe. Nou, je schrik je kapot als je in bed ligt, toch? Jazeker. Dus, en dat heb, eens een keer heb ze dat met 2,5 maand heb ze me dat geflikt. Dat heb ik allemaal opgeschreven. Toen was het op de 23e van de derde. 2 keer kloppen. 1 keer om 2:30, 1 keer om 4:30 in de nacht. De 7e van de 4e, weer kloppen. Nou, je hebt normaal, heb je ratten, die komen gewoon in de nacht gaan ze leven. Ik heb hier aan de overkant een hele grote muskusrat. Hiro, die gaat ook leven en die gaat mij treiteren. Zo zie ik dat. We gaan ons uiterste best doen, Sophie, om een einde te maken aan de stress. Want dit kan gewoon zo niet langer. Nee, zeker. Meester Visser komt hier straks naartoe. Wat is jouw eis voor hem? Mijn eis is dat je mij 100% met rust laat en het hekje wordt vergoed. Het is mij duidelijk. Dank je wel. Nu even relaxen. Ja, zal ik doen. Kom ik je straks weer halen als de meester gearriveerd is. Is goed. Tot straks. Ja. Nou, wat een stress. En dat allemaal op die leeftijd. Ik heb het idee dat Sophie alle frustratie van de afgelopen 5 jaar heeft opgekropt en dat die er zojuist allemaal zijn uitgekomen. De overbuurvrouw die zou vooral na 22:00 s'avonds in actie komen. Nou, op naar die kant. Camerabewaking. Kijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Victor. Ria. U weet waarvoor ik kom, hè? Voor de ellende met de overbuurvrouw. Ja, ik weet het. Ik weet dat hij voor je komt. Komt u een klein stukje met mij naar buiten, want dan wil ik het even met u hebben over onder andere het gluren. Want de overbuurvrouw, Sophie, die heeft mij verteld dat u eigenlijk de hele dag gluurt vanuit uw huis of vanuit uw tuin naar de overkant. Belachelijk. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Want ik heb gewoon echt andere zorgen. Dan is het echt volledig haar woord tegen uw. Tegen dat vermijnen, ja. Maar ik kan me zelfs voorstellen dat u bijna niet meer durft te kijken naar alle beschuldigingen. Nee. Nou, je moest wel, hè? Voorheen liep ik altijd hier en toen liep ik met opgeheven hoofd. Maar tegenwoordig loop ik met oogkleppen en mijn hoofd naar beneden. Omdat ik dus bang ben dat ik beschuldigd word van gluren. Naast het gluren zegt de buurvrouw dat u ook nog andere dingen doet. Ja. U zou met hondendrollen gooien? Ja. In haar tuin? Ja. Dus dan zou u zeg maar hier, loopt u even een klein stukje mee. Dan zou u hier zeg maar de hond hebben uitgelaten. En dan zou u de drolletjes daarvan over het hek in de tuin van de buurvrouw gooien. Belachelijk. Ik vraag me af wie daar überhaupt aan denkt. En toch moet ik het u nog één keer vragen. Gewoon voor een duidelijk antwoord. Gooit u hondendrollen in de tuin van de buurvrouw? Nee. Kijk. Dan wil ik het binnen met u graag hebben over nog iets wat speelt. Het kloppen. Ja, maar dat doen we lekker met een kopje koffie. Dat gaan we binnen doen. We zitten hier nu in jouw gezellig huis. Met wie woon je hier? Met Sofiertjes. Mijn moeder, mijn zus Francisca en mijn invalide zus Aafje. Ik zorg sinds een x-aantal jaren fulltime voor mijn invalide zus. Die is zwaar gehandicapt, zowel spastisch als heeft een geestelijke afwijking. Dus het is best wel een pittige huishouden. Maar dan begrijp ik ook de opmerking die je net buiten maakte, dat je zei, ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik heb wel andere zorgen aan mijn hoofd. Ik heb inderdaad wel andere zorgen aan mijn hoofd, ja. Want dit is echt een hele verantwoording. Nou zegt de buurvrouw, ik heb helemaal geen tijd om te gluren. Wel. Kijk, als het die zuster is geholpen, er is toch ook een tijd ook om te gaan slapen. En voor dan, haar. En dan doet ze. En dan komt zij in actie. Want na 22:45 laat je de hondje uit.
Ik zag dat u een hondje heeft rondlopen. Ja. En hoe laat laat u de hond ongeveer uit? Dat zou omstreeks 22:50 zijn. Dus als het 22:30, 22:45, dan is dat de tijd dat ik haar uitlaat. Ja, dat zou dus kunnen zijn, als ik nou kwaad wil en ik denk door, dat als u met uw hondje gaat lopen, dat u dan misschien gaat lopen kloppen. Nou, echt niet. Dat doet u niet? Dat doe ik echt niet. Ze heeft me nog nooit op heterdaad betrapt. En het kan ook helemaal niet. Ik doe dat niet. Ik bedoel, ik heb wel wat anders. Nogmaals, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. En heeft ze u al eens aangesproken op dat kloppen? Ja, afgelopen zomer heeft ze me in het begin van de zomer aangesproken. En dat ging best wel heel hard, want ze schreeuwde buva, buva, buva. En toen draaide ik me om en toen bleek zij te zijn. Ja. En toen heeft ze echt heel erg staan schreeuwen tegenover dat ik moest ophouden. Ik zou haar niet weg kunnen treiteren. Zij zou mij wel eerder weg treiteren. Echt waar? En let maar op, ik krijg je wel. Toen zei ik, godverdomme, blijf uit die tuin. Dat is privé hier. Het was genoeg, het was gewoon genoeg. Het zat tot hier. En toen heb ik heel erg gehuild. En dat huilen vooral hebben de mensen gehoord. En okay. Die hebben mij later aangesproken met God, Riet, wat was er nou aan de hand? En toen ben ik gewoon maar naar binnen gegaan. En ik ben hier in de stoel geploft en ik ben verder gaan janken. Dat is heel heftig geweest voor u. Dat is heel heftig geweest, ja. Zij beschuldigt me overal van dingen die ik niet heb gedaan. En ze vertelt het ook tegen iedereen. Hè? De hele buurt die is bekend met dit fenomeen. En ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. En er speelt nog meer. Want als ik zeg het hekje, gaat er dan een belletje bij u rinkelen? Nee, want ik weet niet over welk hekje het gaat. Aan de zijkant staat een hekje. En dat zou u vernield hebben door er aan te morrelen. Nou, dat heb ik dus echt niet gedaan. Geen haar op mijn hoofd die daar überhaupt aan denkt om van iemand anders een spullen te vermollen. Ja, ik krijg daar meteen de schuld van. Terwijl ze wel even vergeet dat er een hele zware storm is geweest. En als het al niet echt lekker vast zit, ja, dan waait zoiets geheel gauw kapot. Wat is hier nou toch aan de hand, Ria? Want dit kan toch niet? Dit kan ook niet, nee. Want wat doet dit met jou? Heel veel, maar ik leef mijn leven zoals ik dat wil met blijkbaar een tekst uit de songtekst. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja. Met Aaf. En dat is het, want mijn moeder, dat is het belangrijkste voor mij. Ja. En ik zeg niet dat zij niets hoort of ziet of wat dan ook, maar ik ben het niet. De buurvrouw heeft het gevoel dat u heel graag contact met haar wil. Ze heeft zelfs wel eens gedacht dat u een oogje op haar had. Oh. Nee, echt niet. Echt niet. Sorry, Vicky, vallend mannen. Net zoals jij. Ja. Echt waar? Ja, past. Sorry, ik kan er niks aan doen dat ik daarom moet lachen. Ik heb er echt... Meester Visser komt vandaag de zaak grondig onderzoeken. Want volgens mij bent ook u heel erg toe aan rust en de rest van de familie. Ja, zeker weten. De buurvrouw heeft als eis dat er ook rust komt en dat u haar hekje gaat vergoeden. Wat is de tegeneis? Mijn tegeneis is dat ik met rust gelaten wil worden, dat dit stopt en dat er geen roddels meer over mij door de straat gaan. Dat ik niet meer mezelf hoef te verdedigen tegen iets wat ik niet heb gedaan. Het is duidelijk. Er moet een einde aan komen. Ik kom u straks weer halen als meester Visser onderweg is. Even rustig aan. Tot straks. Okay. Ik kom er wel uit. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dag, Ria. Ik vind het een hele vreemde zaak vandaag, want het is echt een wel eens nieten spel tussen deze twee buurvrouwen. En de grote vraag is, wie loopt hier nou te jokken? Zuigt Sophie alles uit haar duim of is Ria toch die dame met twee gezichten? Het grappige is dat ze allebei snakken naar rust, maar dat die rust op dit moment ver te zoeken is. Ik ben dus heel blij dat meester Visser onderweg is. Ik heb met beide partijen afgesproken voor hun huis in het tuintje. Sophie staat al te wachten. Hartstikke goed. Haal ik de buurvrouw erbij. Kijk, Ria, kom je met me mee? De buurvrouw staat al te wachten. Sophie, kom je bij me staan? Ja.
Want volgens mij wordt het hoog tijd om eens met elkaar te gaan praten. Zeker. Geven we elkaar nog een hand? Nee, ik niet. Omdat er zoveel gebeurd is in die 5 jaar. Nou, mijn vriendje zal waar zeer zeker nooit worden, dus ik geef er geen hand. Sophie, vertel jij eens als eerste wat er in jouw belevenis gebeurd is. Jij hebt maar 24 uur zit je me in de gaten te houden, maar ik ook jou, hoor. Vergeet het niet. Je moet eerlijk zijn een keer en niet met die glimlach op je smol gaan staan. Je bent gemeen. Dat doe ik niet, want ik heb wel wat anders. Je bent gewoon een grote leugenaar, Klaas. Haal je mond maar dicht. Want jij hebt toch volgens mij gelijk. Want je hebt dat hele zootje hierop gestookt. De gluipert is het. Het is gewoon een gluipert. Wat mij raakt, is dat zij mij eigenlijk de kans niet geeft om uit te leggen dat ik het niet ben geweest. Wat moet jij met mij? Wat heb jij met mij? Heb ik in het begin wel eens gedacht, val jij op mij of zo? Sorry. Denk je dat ik hier voor de lol doe of zo? Dat ik graag misschien in de belangstelling wil komen? Je moet ik je dik schamen. Even rustig, Sophie. Op deze manier krijg ik de indruk dat ik 24 uur per dag in de gaten word gehouden. Die vrouw die interesseert me totaal niet. Ik zou niet met haar willen ruilen. Echt niet. Reageer eens op wat zij zegt, want je hebt ook tegen mij wel een soort van toegegeven. Ja, ik ben op dit moment een soort van geobsedeerd door de buurvrouw. Tuurlijk. Als ik weet dat ik in de gaten word gehouden, ga ik toch ook opletten? En dan ga ik ook kijken wie er zit te kijken naar mij. En altijd s'avonds naar 10. Dan kom jij in actie. Dan komt die rat naar boven. Is dat zo? Nee, sorry. Ach. Maar na 10 uur zou het kunnen zijn dat iedereen bij jou in bed ligt en dat je dan... Dan ben ik blij dat ik even mijn hersens rust kan geven en dat ik in mijn bed lig of de televisie aan heb. Want dan ben ik uitgeput. Het lijkt wel of ze zomaar iemand wil beschuldigen waarvan ze de pik op heeft. En dat ben ik dan toevallig. Nee, maar jij bent onschuld zelf. De buurvrouw zegt dat ze het niet doet. Nee, ja, ik doe het. Hè? Ze ontkent gewoon nee, dan kom je goed over. Nou, ik ben dan kwaad en ik gooi er dan wel alles uit. Maar ik ben bloedeerlijk, hoor. Meester Vissers, mag ik u voorstellen aan beide partijen? Dit is Ria, die woont in dit huis hier op de begane grond. En dit is Sophie. En Sophie woont hier op de begane grond. Het gaat over gluren, over hondenpoep, over kloppen. Ja. Er is een boel aan de hand. Zal ik me anders een beetje druk maken om het folie en zo een klein beetje weg te halen, zodat u... Ja, haal zoveel mogelijk weg. Goed beeld krijgt. Er zijn geen bouwvakkers in de buurt. Ik ga mijn ding daar doen. Ik ga het zoveel mogelijk vrij proberen te maken, zodat u een goed beeld krijgt. Ja, dan gaan we nu kijken bij dat raam waar dan geklopt wordt volgens u. Maar dat moeten we volgens mij een stukje omlopen. Ja. Ja? Nou, dan gaan we die kant op. Zo. Dat heb ik nou wel zo gezegd. Maar makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals u ziet, doe ik dus alles steeds nog zelf, hè. En waar is dat raam nou? Dat zit hierachter. Oh. Sinds verleden week vrijdag is die tie-stripjes hier ook afgehaald. Oh, dat staat vast? Ja, dat staat ook vast. En dan? Kijk, en dan hier is mijn slaapkamer en dan wordt er s'avonds altijd na 10 werd er geklopt. Maar dan zou de buurvrouw hier onderdoor moeten klimmen. Wat zo? Ze hebben een maatje, wat voor maat heb je? 54? Ja. Maar je kan nog rennen, jongen. Je kan nog harder rennen dan maar, ik. Maar dit is klimmen. Het lijkt net of ze nou moeilijk kan lopen. He? Van boef, 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 die gewaggel. He? Maar ik weet dat ze kan rennen. Nou. Zo gaat het. Zo gaat het. En dan snel weg. Ja. Ik heb het idee dat ze ziet vliegen, die buurvrouw van me. Dan gaan we weer even terug. En dan gaan we even kijken of hoe dat gluren dan zou moeten. Ja, ja? Is goed. Kijk, zie je hem? Want dit is nu dus mijn neus. Maar hier ook zit dus duidelijk wat Sophie noemt de vuiligheid van Ria. Die zit hier op het raam. Nou ja, ik weet ook niet meer waar de waarheid ligt, hè. Maar we moeten het onderzoeken. En daar zijn we mee bezig. Je mag voor mij wel meelopen tot de tuin, maar ik wil die alleen niet in mijn huis hebben. Ik ga helemaal Oké, is goed, is goed, is goed. Zo, gaan we eerst maar eens even naar het tuinhekje kijken, hè? Het gaat om deze tuinhek. Oh, het is gewoon een scherm, een tuinscherm. Ja, als ik in mijn bed ligde, dan hoor ik... Oh, dat je van die kant komt? Kijk zo! En dat je dan van die kant eigenlijk... Kijk, normaal ging ze ook hier en dan kroop ze
Onder die vensterbank kroop ze zo langs. Ik zie toch zelf, hè? En is het ook. Weet je? Ja, ja. Ik heb niet eens geweten dat daar een hekje stond. Dus hoe kan ik het nou gemold hebben? Als ik niet weet dat het er zat. Ik wist het echt niet. Ik heb hier nog van die strip op gedaan. Dat is er niet door die gaatjes kunnen kijken. En nou krijg ik nog hulp van mijn zus. Oh, we hebben een schuinslotje erop gedaan. Dat vind ik wel. Ja. Nou, voordat de verwarring ontstaat, mijn neus staat hier nu ook op. Kijk, dit is mijn neus. Ja, ja, ja. Die van Ria volgens mij staat hier, toch, Sophie? Ja. Als ik deze dicht doe, kan je hier nog tussen kijken. En u denkt dat de buurvrouw dat doet? Weet je wel zeker. Als je het ene doet, doe je het andere ook. Ik ben echt nog nooit in die tuin geweest. Eén keer om een bloemetje te brengen en een plantje. We gaan het volgende doen. Zou jij zo naar binnen willen gaan? Dan ga ik met beide dames hier staan. En dan doe jij iets wat ik dan zou moeten kunnen zien. En dan gaat u kijken of u... Of ik het kan zien. Heel goed. Ik heb alles zo nagebootst zoals Sophie het in het dagelijks leven heeft. Ik gluur echt niet door die vitrage heen naar de buurvrouw om te weten wat zij doet. Want dat interesseert me niet. Oké, ik ga nu Victor bellen. Meester Visser. Ja, doe iets verrassends en dan gaan wij kijken of we iets kunnen zien. Ja. Ik was eigenlijk al stiekem begonnen. Oh, je was al begonnen? Ja. Ziet u wat ik aan het ik doen ben? Ik kan het nu even gemondelijk zien. Nee, ik zie niet eens waar je bent. Ja, ik wel. Oh ja, wacht even. Ik wil met je plumo. Ja, klopt. Dit heb ik wel even gezien. Bedenk wat anders, want ik ga nu vanuit een ander standpunt bellen. Is goed. Onmogelijk. Dan gaan we nu achter dat raam. Thuis doe ik dit altijd nakend. Ja, dat is nu een beetje gek, hè? En bovendien, waar moet ik mijn microfoontje laten? Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hoor. Het is helemaal volgebouwd nou, bij het raam. Het is zo'n allemaal spulletjes voor. Ja, dan kan je niks zien natuurlijk. Het is heel goed gespeeld, hebben ze. Ze hebben het heel goed gespeeld. Meester Visser. Ja, ik wilde vragen of ik iets zou kunnen doen, maar ik kan niks zien, want er staat een struik voor. Ja. Dan doe ik even iets nu op z'n Jordanees. Dat is een hint. Een hint. Ik zie niks. Kom maar aan. Ziet u niks? Nee. Dat is maar goed ook. Dat het in haar beleving iemand zit te gluren en dat ze hoort kloppen, dat zal allemaal best wel, maar ik ben het niet. Ik heb het allemaal gezien hier. We gaan naar de hoorzitting. En dan komt er vandaag nog een oplossing. Ja, ja? We hebben zojuist ook tijdens het locatiebezoek maar weer gezien dat we eigenlijk eerlijk is eerlijk nog geen moer zijn opgeschoten met deze twee dames. Want Sophie blijft maar komen met haar beschuldigingen. Gluren, kloppen, hondenpoep. En Ria die blijft alles gewoon ontkennen. Die zegt ik heb het echt niet gedaan. Ik weet persoonlijk echt niet waar dit gaat eindigen. Ik ben wel blij dat meester Visser en ik nog samen een goede gluurtest hebben kunnen doen. En ik ben heel benieuwd wat hij nou allemaal heeft kunnen zien. Het is hoog tijd voor de hoorzitting. En die vindt hier plaats in het hotel. Als de hoorzitting zo begint, ik kom voor mijn rechten op en ik ben wie ik ben. Ik ben wel bang dat het gaat escaleren tijdens de hoorzitting. Want ze kan gewoon niet rustig communiceren. Welkom, we zijn hier in Oostzaan. En aan de orde is de zaak tussen Sophie tegen Ria uit Amsterdam-Noord. Sophie kwam daar wonen in 2014. En toen kwam u daar wonen? Ja. En toen stond al heel snel de buurvrouw voor de deur met een bloemetje. Ja. Hoe ging dat? Leuk. Ja. Op een gegeven moment stond ze om de havenklap voor me. Ja. En dan ga je irritaties krijgen. Hoe moet dat om de havenklap? Hoe bedoelt u dat? Toen ik daar eigenlijk net kwam, toen was het dan meteen... Nou, je moet wel wat aan die tuin doen, hoor. Ik zeg, eerst binnen en dan buiten. Dat was de eerste kennismaking? Ja. En nou u, hoe ging dat? Op de eerste dag dat mijn buurvrouw daar kwam wonen, heb ik een bosje bloemen gebracht. Maar mijn moeder heeft wel gezegd meteen, van, nou, als het dan eenmaal gezetteld is, dan moet je nog eventjes een plantje kopen. En dat is ook gebeurd en dat heb ik gebracht. U bent daarna nog een plantje komen brengen? Enige twee keer dat ik echt in haar tuin ben geweest. En toen kwam ze een bloemetje brengen, dat vond u fijn. Ja, leuk. En toen kwam ze nog een plantje brengen later. Okay. Ja, maar iedere keer
werd wel door die tuin heen gelopen. Dus we hebben een hek eromheen gemaakt. En toen was het buurvrouw. Moet wel zorgen voor een bello, want als ik u nodig heb... Ik zeg, dat klop je maar aan dat raam als u me nodig hebt. En vanaf die tijd is deze dame is heel anders gaan tegen mijn ogen opgestaan. Belangrijk punt. Heeft u gezegd dat ze een bello moest nemen? Nee, sorry, dat heb ik dus echt niet gezegd. Want wat heb ik daarover te zeggen? Maar dat, als dat waar is, dan zou betekenen dat u zich vergist heeft. Ja, ik kan wel zoveel zeggen. Maar ze hebben het goed ingestudeerd, hoor, alles, hoor. Ze hebben het goed voor elkaar. Moet je nog niet lachen met een glimlach op je mond? He? Nee, maar waarom zou zij hierachter zitten? Dat begrijp ik niet helemaal. Het zat gewoon niet lekker. En wat ging er toen verkeerd? Dat wil ik even van u horen. Ja, een paar maanden later, toen was het gluren. Ik zeg het nogmaals, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar niets aan gluren. Het is wel een beetje een bizar verhaal. Dat de buurvrouw bij nacht en ontijd bij u door de gesloten... Nee, hoor, dat gebeurt altijd gewoon als het donker wordt. Ja. In die luxe flat die, kan je inderdaad kan je doorheen kijken. Ik bedoel, mensen doen rare dingen, hoor. Ik bedoel, dat er is ooit zelfs een keer een officier van justitie betrapt... die s'avonds liep te gluren bij mensen. Ja, dat heb je ook. Dus het komt in de beste kringen voor. En nou heb ik een aantal getuigenverklaringen. Die heeft u ook gezien, hè? Ja, zeker. Dat is nogal wat van mevrouw Dronkers. Ik woon al sinds 1992 op het Eiplein. Langs het slaapkamerraam van de nieuwe buurvrouw, u dus, ligt een smalle grasstrook. Die groenstrook wordt overdag intensief gebruikt, soms ook 's nachts. Jongeren die tot ver na middernacht in de zomer willen roken en drinken op de dijk. Zwervers die 's nachts in de buurtuin slapen. Mevrouw Spaan, die zegt over buurvrouw Ria, ze is de goedheid zelf. Ze is alleen maar bezig met zorgen en regelen voor het gezin. De nieuwe buurvrouw begon Ria te beschuldigen dat ze poepen in de tuin gooide. En ik zie vanaf mijn balkon regelmatig door de tuin van de nieuwe katten lopen. Dus het lijkt waarschijnlijker dat het katten drollen zijn. Altijd lief en aardig, die Ria. Maar dat kan ik niet zeggen van de klaagster. U dus. Met andere, het hele plein is inmiddels tegen u. Dan kan je weer als een buurvrouw daar woont en die gaat al, er wordt gezegd, ja, van dit zus en zo. Ja, dan word je toch met je vinger nagewezen. Heeft u over deze zaak gepraat met de buren? Ik heb na de aanvaring die ik in het begin van de zomer heb gehad, heb ik inderdaad mensen mijn verhaal verteld die me aanspraken op mijn gehuil. Want ik had heel erg gehuild, omdat dat net op een verkeerd moment kwam. Ja. Omdat mijn zus heel slecht ging. Dan zegt u, heb ik gezien, dat iemand een zakje met drollen over het hekje gooide. U zegt, dat is zij geweest, dat zie ik aan het profiel. Ik had een hondje gekocht. Dus die hond zit op die leuning. En die begint te brommen. En ik denk, wat zit je nou te brommen, hè? En ik zie zo die hand zo over die schutting gaan met die poepzakje. Het bleef nog hangen ook nog. En wie was het dan, die hand? Die mevrouw was dat, want ik kan haar hele profiel... Ik kan haar... Dat kan toch niet missen, zou ik zeggen. Oké. Nu u. Nou, ik wou net al eigenlijk al onderbreken... maar ik heb gewoon echt die hondenpoep niet gegooid. Als ik een rondje doe met mijn hond... en mijn hond doet een poep... dat pak ik op en dat neem ik mee... om het in de poep en van mijn invalide zus te gooien. Ja, ja. En nou zegt u dat de buurvrouw ook bonkt bij u op de slaapcamera. Ja, 2,5 maand zijn ze bezig geweest... En dan zou je zeggen, hoe kan het nou? Want ze is toch mantelzorger? Ze kan toch niks? Verder? Over wie hebben we het nu? Over een zus? Over haar andere zus. Een andere zus? Ja, ze heeft nog een andere zus. Oké. Die is er nou niet bij, maar ze doen het met z'n tweeën samen. De hele nacht zijn ze echt, de hele nacht zijn ze bezig geweest. Als ik ervan uitga dat er inderdaad op uw raam wordt gebonkt... hoe moet ik dan weten dat deze buurvrouw of haar zus, nu begrijp ik, dat doet... Omdat ze niks anders bezig zijn. Ze is bijna 5 jaar, ze is niks anders in jennen. Kijk, als je stront in mijn tuin gooit... Ja, en je gaat tussen de luxe flesje te gluren, dan doe je dat ook. Dus elk dingetje wat nu gebeurt, bam. U zegt, hè, zoals eens een dief, altijd een dief. Als iemand één keer wat doet, dan doet hij de rest ook. Ook al hebben we daar geen bewijs voor. In dat geval wel. Als ik u zeg, ik sta mijn was op te hangen... Wat een buik, hè? En u hoorde dat zij dat zei? Ja, want ik kan haar stem toch ook, dus. Maar heeft u zoiets ooit gezegd? Ik heb dat echt nog nooit gezegd. Want wat moet ik nou klagen over haar buik, terwijl ik ze zelf heb? Ik bedoel, ik... Ik zie gewoon dat je de taal liegt.
En het is ja en nee, dat is een grote strijd. Luister. Het enige wat ik graag wil, stop ermee. Ik ben bijna 72 jaar, ik wil rust. En accepteer gewoon, ik moet je niet. Je hebt me helemaal kapot gemaakt. Luister. Luister, ik weet voldoende. Sluit ik de hoorzitting. Ik ga erover nadenken. Ik zie u zo strakjes terug. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja, tot straks. Ja. Ik heb totaal geen rust in mijn lijf. Ik wil gewoon een normaal leven leiden. De rest van de jaren wil ik nog wat genieten. Maar daar zit ik niet op te wachten, zo'n achterlijke. Zij beschuldigt me overal van. Van dingen die ik niet heb gedaan. En ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. Nou, Sophie, ben je een beetje bijgekomen van de hoorzitting? Zal ik je vertellen? Ik kan niet zeggen wat hij gaat zeggen. Maar ik ben al een hele stuk rustiger geworden door dat. Je hebt je echt hart kunnen alleen, luchten. Ik heb mijn zegje gedaan. Ik zie natuurlijk de tegenpartij. Ja, tuurlijk hebben ze niks gedaan. Het is gewoon een kwestie van uitdagen. Word maar een beetje rustig. De meeste visser is er bijna uit. Ja, en daarom. Wat hij ook beslist. Ja, en daar houden we gewoon aan. Hoe is het? Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Ja, zeker weten. Ik heb je eigenlijk alleen maar tijdens de hoorzitting horen zeggen. Ik weet het niet. Ik heb het niet gedaan. Ik ben het niet geweest. Ja, daar komt het op neer, ja. Omdat het gewoon zo is. Ik ben het niet geweest. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Heb je het idee dat hij overtuigd is van jouw onschuld? Dat hoop ik. Dames en heren, na een lange welisnietesdag, waarop de emoties af en toe tegen de oevers van het ei leken op te klotsen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Visser nou toch de rust terugbrengen tussen deze twee buurvrouwen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik, na alle beschuldigingen en ontkenningen, zo langzamerhand het spoor een klein beetje bijster ben. Maar ik weet zeker dat hij het ei van Columbus gevonden heeft. Mag ik u allemaal vragen om te gaan staan? Want hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak tussen Sophie en Ria. Als een rechter wordt geconfronteerd met stellig betwiste beschuldigingen, hè, als de een zegt ja en de ander nee, komt het er uiteindelijk op aan wie de rechter gelooft. Daarbij gaat het primair niet om een innerlijke overtuiging, maar om bewijs. Is bewezen, of minst genomen aannemelijk geworden, dat de beschuldigingen van Sophie ook echt waar zijn? Naar mijn oordeel is in deze zaak dat bewijs niet geleverd. De door Sophie bedoelde overlast kan evengoed door anderen zijn veroorzaakt. Er loopt daar nogal wat vreemd volk rond, terwijl de buurt evenmin een tekort kent aan poepende honden en katten. En dat alles betekent dat Ria volstrekt ten onrechte is beschuldigd. Wat natuurlijk zeer onrechtmatig is. En Sophie moet daar dus mee stoppen. Ik zal Sophie daarom verbieden daarmee door te gaan. En ook wordt Sophie een contactverbod opgelegd, of tegen haar te schreeuwen of te schelden. Als Sophie zich aan dit alles niet houdt, dan moet ze €100 boete per keer betalen aan Ria. Met een maximum van €10.000. Kortom, ophouden. Niet meer doen. Stil. Ik ga ervan uit dat ook Ria afziet van roddelen en verdere contacten met de buurvrouw. Niet meer doen. Alle vorderingen van Sophie worden natuurlijk afgewezen, dat begrijpt u. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ria, gefeliciteerd. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat je heel erg blij bent. Ja, maar ook weer niet. Want houdt het hierbij op? Nou, dat ga ik gelijk checken. Sophie. Ja? De rechter heeft geoordeeld dat je hiermee op moet houden. Dan... En als zij dat dan ook doet, dan is dat opgelost. Ja. Kun je haar beloven nu? Je mag haar de hand niet drukken, want jullie hebben een contactverbod. Zou je mij de hand willen drukken? Ja, zeker. Mij ligt dat dan niet. Dan doen we het zo.
drukken we elkaar zo de hand. Ja. Dat de rust hierbij terugkeert en dat jullie elkaar negeren. Ja. En vanaf nu lucht voor elkaar zijn. Is goed. Dan wens ik jullie nog allebei veel rust. En heel veel sterkte met alles wat nog gaat komen. Is goed. Ja, okay. En ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. En nog een hele fijne avond. Ja. Bedankt en wel thuis. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik vond het een lastige zaak. Ja. Het zal je maar gebeuren dat je zo vals wordt beschuldigd van allemaal van dit soort heftige dingen. Ja, en het erg is, je kunt je daar zo moeilijk tegen verdedigen. Hè? Want de mensen zeggen al snel, waar rook is, is vuur. Ja, en voordat je het weet, ben je de gebeten hond. Precies. Zit u nou thuis te kijken en bent u ook de gebeten hond? Wacht dan niet langer, mail of bel ons, komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zoals altijd. Bedankt voor het kijken weer. Ja. En heel graag tot volgende week. Dag. Ik begin een lichte koppijn te krijgen. Oh? Wat zin in een borreltje? Een Piketanissie in de Jordaan. Och, ja, balletje gehakt erbij. En het zuur krijgen zelf. Ja, zo is het. Maar heb je wel je platvink bij je? Zeker, ik trakteer hoor. Oh, oké. Okay.